Het topmodel is dus de GT, 585 pk, 740 Nm, vierwielaandrijving, 3,5 seconden naar 100. Dit is de auto waar het Volkswagen concern behoorlijk nerveus van wordt. 510 km range, een topmodel met Taycan-achtige prestaties, een 800 volt boordnet, dus supersnel laden en een vanafprijs van 45.000 euro. Dit is de Kia EV6. Tot en met 2025 komt Kia met 11 nieuwe elektrische auto's. 4 op basis van bestaande modellen en 7 op basis van dit nieuwe platform. Dat delen ze met Hyundai. Hyundai heeft de IONIQ 5 en dit is dan de Kia EV6. Een andere auto, die Hyundai, is wat hoekiger. Die heeft wat meer een wat retro design, maar de specificaties zijn even uniek voor een auto in dit prijssegment. Ik zei het net al, 45.000 euro. 800 volt boordnet voor alle versies en dat betekent dus dat die super snel kan laden. Vergelijkbaar met een Porsche Taycan, Audi e-tron GT. Dat zijn ook auto's met die 800 volt architectuur en deze auto heeft dat dus ook. En dat betekent dat het topmodel, hij komt in 2 versies, 58 kWh netto capaciteit accu of een 77,4 kWh accupakket. En de versie met die grote accu die kan DC laden tot 239 kW. Dat zijn echt unieke cijfers voor een auto in dit prijssegment. Dit is wel heel apart, hè? LED-strip over de hele achterzijde van de auto zien we natuurlijk steeds vaker op moderne auto's, elektrische auto's ook. Maar reken erop dat je deze achterzijde behoorlijk veel gaat zien in Nederland. Vanaf september gaat hij de weg op. Reserveren kan al. En in deze video vertel ik je alle details van deze EV6. Laten we eerst eens beginnen bij het design van deze auto. Compleet anders dan die Hyundai. Die Hyundai IONIQ 5 die heeft een soort van Nintendo 8-bit-achtige retro look. En dit is een veel dynamischere auto eigenlijk om te zien. Kleinere wielbasis heeft hij, 2,90 meter. De Hyundai heeft een wielbasis van 3 meter. Dat is natuurlijk te variëren op zo'n platform. 4,68 meter lang, 1,88 meter breed en 1,55 meter hoog. Ja, deze auto heeft het nieuwe gezicht, of hoe je het wil noemen, van Kia. Nieuwe logo ook. Elektrische auto, dus geen enorme grill, omdat de koelbehoefte van een elektrische auto nou helemaal anders is dan een auto met een verbrandingsmotor. Opvallende koplampen, maar voor de rest is het front wat nondescript als je het mij vraagt. Die gewone Kia's, die hebben die Tiger Nose, die pik je er zo tussenuit. Deze auto zal, die zal even tijd nodig hebben om zijn plek te veroveren op de Nederlandse wegen. Voor het design wilden ze grote wielen. Minimummaat is 19 inch. Dit is 20 inch en het gaat tot 21 inch voor het topmodel. Hier wat chrome randjes over de flanken, ook een beetje om het geheel te breken, denk ik. En die lange wielbasis te benadrukken. Zwarte raamstijlen. Ziet er natuurlijk dynamisch uit. Als je die kleine zijruitjes ziet, dan denk je, kan die ruit wel helemaal naar beneden? Nou, dat kan die dus. Best wel een dikke achterruitstijl. Maar de achterzijde van deze auto is het meest opvallend eigenlijk. Dat licht, dat loopt over die hele breedte van die kont, maar het loopt ook door in de wielkast eigenlijk en gaat dan zo door in die lijn over de flanken. Ja, ziet er wel gaaf uit. Dit zijn de achteruitrijlichten. Best wel een opvallende achterspoiler eigenlijk. Steekt hier uit, twee openingen, maar het is meer een luchtgeleider. Hij zorgt ervoor dat er minder windgeruis rondom die achterruit is en hij zorgt er ook voor dat er rijwind richting die opstaande achterspoiler, CQ, achterlicht te gaan. Om ervoor te zorgen dat die achterzijde meer op het asfalt wordt gedrukt. Hè? En als je onder de auto kijkt, zoals bij bijna elke elektrische auto, een nagenoeg vlakke bodemplaat. En tussen de wielen zit uiteraard dat accupakket. Twee varianten. Het topmodel is dus de GT, 585 pk, 740 Nm, vierwielaandrijving, 3,5 seconden naar 100, vanaf prijs 63.595 euro. De basisversie, achterwielaandrijving, 58 kWh accu, 170 pk, die kost 44.595. Dan is er nog een versie met 229 pk, een versie met 325 pk, al dan niet met vierwielaandrijving. En dus met een accupakket van maximaal 77,4 kWh. Het topmodel, de GT,
krijgt achter een krachtigere motor dan voor. En dat is natuurlijk gedaan om die auto een achterwiel aangedreven karakter te geven. En wat die ook heeft, zijn remingrepen op het binnenste achterwiel om sperwerking te simuleren. En dat laat zich instellen in het interieur in verschillende standen. Normal, sport en sport zal die wat harder gaan afremmen om die auto wat beter te laten roteren. Om nog meer het gevoel te krijgen van een achterwielaandrijver. En mocht je nou denken, die GT wil ik hebben met 585 pk. Die komt pas het vierde kwartaal van 2022. De andere versie is dus september van dit jaar. Qua afmetingen is die eigenlijk perfect vergelijkbaar met een Jaguar I-Pace. Dan krijg je een beetje een idee hoe groot deze auto is. En ook vergelijkbaar met een Skoda Enyaq en Volkswagen ID.4. Hè. Dat zijn een beetje de auto's qua afmetingen waar deze auto zich mee kan meten. Kofferbak. ...520 liter, als je tenminste niet het optionele audiosysteem neemt. Dat slokt een aantal liters op met de bank plat. Dat kan vanuit de kofferbak. Bij deze auto nog niet, want dit is een pre-productiemodel. De hendels zitten er wel. Dan krijg je 1300 liter en dat valt een beetje tegen. En dat is natuurlijk logisch te verklaren, want kijk eens naar die achterkant. Die loopt heel schuin af, hè? Dus dan kun je niet heel hoog stapelen. Dan komt het tegen de achterklep aan. Maar 520 liter voor een kofferbak is voor een C-segmenter, D-segmenter, helaas een beetje moeilijk te plaatsen, is dat gewoon een prima laadvolume. Over laden gesproken, het echte laden waar het om gaat. 11 kilowatt AC laden en in het geval van de 77,4 kilowattuur accu kan die maximaal met 239 kilowatt laden. Dat betekent dus van 10% naar 80% in 18 minuten. En dat is een gemiddelde van 180 kilowatt. Dat zijn echt enorme cijfers. En om dat laden even nog beter te duiden, tussen 10 en 50% laat hij met 239 kilowatt. Die 77,4 kilowattuur accu. Dus dat zijn echt hele goede cijfers voor een auto van deze prijsklasse. Even zoeken. Ja. Zoals ik het net al zei, hij is er als vierwielaandrijver. Dus met een motor ook in de neus. Hè. In de basis is een achterwielaandrijver. En hij is er als achterwielaandrijver. Nou ja, dit is een 4x4. Dat kun je zien aan de veel kleinere frunk. Die is 20 liter. En de versie met alleen achterwielaandrijver heeft dezelfde bak. Maar die is veel dieper. En heeft dan 52 liter bagageruimte. Met een wielbasis van 2,90 meter heb je natuurlijk niks te klagen over beenruimte. Ik ben 1,80 meter, nou wat zal het zijn? 15 centimeter beenruimte, maar de zitpositie is niet optimaal zoals je kan zien. De bank staat heel laag en dat heeft te maken met de daklijn. En de hoofdruimte is dan ook maar net genoeg, twee vingers. En dit is een pre-productie, maar we kijken dus ook nog naar de opstelling van de achterbank. Je hebt natuurlijk de dikke bodem. Want de accu zit erin. De ruimte is prima, ruim voldoende, meer dan voldoende eigenlijk. Maar de zitting staat heel laag en ze gaan kijken of ze dit punt van de achterbank verder naar beneden kunnen krijgen. Dus meer hoek in de achterbank, waardoor je dus meer steun krijgt aan je bovenbenen. Je kont zakt ook wat in de auto en dan krijg je ook wat meer hoofdruimte. En ik denk als je 1,85 bent, 1,90, dat je met je hoofd tegen het dak aan zit. Pre-productiemodel, daarom hier ook nog de ouderwetse USB-poorten. Het worden de kleine USB-poorten, de USB-C, en voorin komen ook nog een aantal laadpunten. Dus qua laden doet hij het goed aan de laadpaal en qua laden van je smartphone in het interieur doet hij het ook heel goed. Twee grote schermen, ruim 12 inch, beetje gebogen, ziet er gaaf uit, ziet er eigentijds uit. Ventilatieroosters, mooi verwerkt in die chrome strip. Het materiaalgebruik in deze pre-productieauto is nog hard, harde kunststof, maar dat wordt uiteindelijk wel materiaal wat zacht is, hè, dus dat je kan indrukken. Hè. Dat geeft toch altijd een wat hogere kwaliteitsbeleving dan dit harde materiaal. Veel gebruik gemaakt van gerecyclede materialen. Leer wat je ziet is vegan leer, zoals ze dat dan noemen, wat eigenlijk dus gewoon nep leer is, maar het ziet er wel overtuigend uit. Middenconsole is nog niet helemaal definitief. Dit is nog een plastic materiaal van redelijk dubieuze kwaliteit, kan ik wel zeggen. Draaiknop voor de transmissie, startknop, hier de toetsen voor de stoelverwarming, stoelkoeling, stuurwielverwarming. Maar wat vooral mooi is aan deze auto, het is een gave mix tussen conventionele
toetsen en digitale schermen. Kijk, dit is het paneel voor de airco unit, maar dat kan ook zoals voor de airco. Gebruik je deze om te draaien, de temperatuur. Druk je op die, is het in één keer het navigatie en kun je met deze knop in- en uitzoomen. Dus dat is een mooie multifunctionaliteit ondergebracht in een fraai scherm. Verder een tweespaaks stuurwiel. Waarom een tweespaaks? Ja, is eigenlijk geen reden voor. Gewoon omdat het wat anders is dan een driespaaks, wat we al vaak genoeg zien. Knopjes voor alle rijassistentiesystemen, al dan niet optioneel. Flippers aan het stuur met 6 standen om te regenereren, dus harder af te remmen op de motor. En dat doet hij tot stilstand. Dus je hoeft in principe het rempedaal niet te gebruiken als je goed anticipeert. Nou ja, deze middenconsole kan ik omarmen. Open ruimte hieronder. Kun je echt veel spullen kwijt. Wat kleine portiervakken. Bekerhouders, vak hieronder. En ja, voor de rest een goede zitpositie eigenlijk wel. Prima stoelen, goede steun. A-stijlen staan heel schuin, zijn best wel dik. Een head-up display met eventueel augmented reality. Dus dat de navigatieopdrachten hoger in het scherm worden weergegeven. Dat kun je ook verstellen voor lange bestuurders of kleine bestuurders. Zicht over mijn rechter schouder is ja, niet geweldig. Maar goed, er zit een camera op en piepers. Dus dat zal wel goed komen als ik het zo bekijk. Deze EV6 is dus een auto die van buiten, maar ook van binnen duidelijk anders vormgegeven is dan die IONIQ 5. In september start de levering en deze EV6 maakt in elk geval duidelijk dat het een veelbelovend platform is waarop nog heel veel EV's gaan verschijnen.